Minister van Economische Zaken Henk Kamp is met 20 jaar Haagse ervaring inmiddels een bekende. Ko Verdaas verdient misschien iets meer introductie. Hij is de nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken. Nu ruim 5,5 jaar alweer gedeputeerde in Gelderland geweest met RO, water, wonen en ook landelijk gebied in portefeuille. Ja, en nu dan de stap naar het staatssecretariaat. Verdaas wordt verantwoordelijk voor landbouw en natuur. Hij wil deze onderwerpen de komende 4 jaar met elkaar verbinden. Over 4 jaar wil ik dat we met de landbouw, of de hele agrarische sector, echt een zelfbewuste positie innemen. En de gewoon wereldklasse, wat we al zijn, verder hebben uitgebouwd. Dat iedereen die op de wereld zegt van, ik wil ook vernieuwen, dat die zegt van, dan moet je eerst eens naar Nederland gaan. Ten aanzien van de natuur, denk ik dat we echt stappen vooruit kunnen zetten. En over 4 jaar... misschien iets slanker dan we ooit gedacht hebben, maar al die natuurgebieden, dat we echt die verbindingen hebben gerealiseerd. En misschien het belangrijkste nog, dat natuur weer wordt gezien als iets van en voor de mensen die in Nederland wonen. Want dat is de echte grootste garantie dat je de natuur ook blijft koesteren.